Het woord aan de heer Baudet en hij spreekt namens Forum voor Democratie. Gaat u gang. Meneer de voorzitter. Ik wil graag de volgende motie indienen. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat de regering voornemens is honderden miljarden euro's aan belastinggeld uit te geven om maar te voldoen aan de doelstellingen van het Parijsakkoord. Constaterende dat de gigantische operatie die Nederland moet ondernemen om de hierin geformuleerde CO2-reductiedoelstellingen inderdaad te halen, in het meest optimistische scenario 0,00007 graden minder opwarming opleveren. Overwegende dat de kosten van dit voorgenomen beleid zodoende in geen enkele verhouding staan tot de baten, verzoekt de regering het Parijsakkoord per direct op te zeggen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval, maakt deel uit van de beraadslaging. Dank u wel. Ik heb nog een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de zogeheten energietransitie van het kabinet Rutte niet in het Nederlands belang is. Roept de regering op het voorgenomen klimaatbeleid volledig te herzien en de gespaarde honderden miljarden ten goede te laten komen aan zaken die wel in het Nederlands belang zijn. Waaronder bijvoorbeeld het verlagen van het eigen risico in de zorg, het verhogen van de belastingvrije voet, het verlagen van de werkdruk bij politie, het verhogen van de salarissen van politiemensen, het verlagen van de werkdruk van mensen in de zorg, het verhogen van de uitgaven aan het onderwijs, het herinvoeren van de basisbeurs voor studenten, het vergroten van de defensieuitgaven en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van onze militairen. Het aanleggen van een supersnel internetnetwerk in alle delen van het land en het ontwikkelen van een thoriumgesmolten zoutreactor. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval het leuke is, van de beraadslagingen. Als we die 1000 miljard niet uitgeven aan die absurde klimaattransitie, aan dat voodooïsme, aan die alchemie die men hier aanhangt, dan houden we nog ruimschoots genoeg over voor een heleboel andere prachtige dingen. De Kamer gehoort de beraadslaging, mijn derde motie, meneer de voorzitter, constaterende dat een overweldigende meerderheid van de Kamer blijkens dit debat grote waarde hecht aan duurzaamheid. Constaterende dat de regering op het punt staat om het Marrakesh-immigratiepact te tekenen, waardoor we de controle over ons immigratiebeleid nog verder dreigen kwijt te raken. En constaterende dat dit verdrag onze soevereiniteit dreigt te ondermijnen en ons vermogen tot het voeren van een eigen nationaal immigratiebeleid nog verder ondergraaft. En dat het onmogelijk is om een duurzaam immigratiebeleid te voeren zonder controle over de eigen grenzen. Roept de regering op om in navolging van de Verenigde Staten, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Kroatië, Slovenië, Tsjechië en Israël te verklaren het Marrakesh-immigratiepact niet te zullen gaan ondertekenen. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval, maakt deel uit van de beraadslagingen. Dank u wel. Ook u zeer bedankt voor de inbreng. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de tweede termijn van de zijde van de Kamer. De bewindspersonen hebben aangegeven 7 minuten schorsing te wensen. En dat betekent dat ik tot 6:10, dan krijgen ze zelfs een minuutje cadeau, de vergadering schors. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment...